Als de circuitdirecteur al een datum in gedachten heeft. Ik denk dat 2020 nog steeds haalbaar is op dit moment. En ja, zoals wel, het komende jaar zullen er flinke stappen gezet moeten gaan worden. En ook Nederlands beste coureur het ziet zitten. Ja, dat ligt niet aan mij, maar het zou natuurlijk wel heel mooi zijn, absoluut. Wie zijn wij dan om eraan te twijfelen? De Grand Prix van Zandvoort moet terug op de Formule 1 kalender. Maar wat moet er allemaal gebeuren aan het circuit voordat het zover is? En wie weet dat beter dan de man die op 300 meter van het circuit werd geboren en in 1982 de GP van Zandvoort heeft gereden, Jan Lammers. Met hem onderwerpen we het circuit aan een inspectie. En voordat we gaan rijden, beginnen we met de faciliteiten rondom de baan. Het restaurant is er klaar voor. Dit is eigenlijk de eerste plek die al een klein beetje een indruk geeft welke kansen straks op willen. Maar aan de pitstraat moet nog worden gewerkt. Het zijn tegenwoordig niet meer de kleine teams van ooit. Het zijn echt serieuze operaties en ook wat je hier achter de pits nodig hebt. Dus er moet wel het een en ander gebeuren. En dat, daar is iedereen zich ook wel van bewust. En dan het belangrijkste onderdeel, de racebaan. Dit is wat aan de smalle kant, maar dat is niet bijvoorbeeld levensgevaarlijk. Dit is zo'n bocht, daar heb je dan een redelijke remweg en een redelijke uitloop voor de veiligheid. Die zou misschien nog groter moeten zijn. Zou dit nou een spectaculair circuit zijn voor een Formule 1 coureur dit? Oh, absoluut, absoluut. En zelfs ook heel verfrissend. Variaties van hele snelle bochten waar je nauwelijks hoeft af te remmen, tot bochten waar je echt flink in de remmen moet. Het is in ieder geval al leuk om over te praten en over te dromen voorlopig nog. Maar het kan zomaar een realiteit worden.